In deze aflevering van Kijken naar Beelden besteden we aandacht aan kunstwerken en beelden die in Boxtel, Lint en Lennesheuvel zijn geplaatst tussen 1945 en 1985. Jacob Roelands Lyceum. Lezende en spelende kinderen. De twee groepjes van kinderen zijn elkaars tegenhangers in thematiek en vorm. Links een slinger van spelende kinderen die elkaar omarmen. Rechts een zittend groepje lezende kinderen die zich geconcentreerd over een boek buigen. Een passend geheel bij een onderwijsinstelling. VMBO-college. Fluitend meisje. Oorspronkelijk was dit beeld geplaatst voor de meisjes-ulo aan de vicaris van Alphenlaan. Nu staat het bij het VMBO-college, wat voorheen een jongensschool was. Dit nog spichtige meisje gaat zorgeloos op in haar fluitspel en zorgt voor de vrouwelijke nood bij deze inmiddels al lang gemengde school. Dit kunstwerk is opgebouwd uit vierkante balkjes en even dikke, maar dubbel brede rechthoekige elementen. De lengte varieert. Het geheel hangt aan twee staanders, maar deze lopen niet tot bovenaan door. Ze worden tweemaal onderbroken en verspringen een klein stukje. Dat geeft het kunstwerk een open hart en een zwevend effect. VMBO-college, werkplaats. Op dit wat beschadigde siermetselwerk staan twee figuren die samen aan het werk zijn. Op de achtergrond is een boom te zien. Op de voorgrond staan twee figuren die samen aan het werk zijn. Is het wiel tussen hen een cirkelzaag? Dan heeft dit kunstwerk relatie met de timmerafdeling van de school. Molenstraat. Geliefde. Een ingetogen jeugdig paartje, een schuchtere twee-eenheid waarvan de gesloten omtrek zich helder aftekent tegen de achtergrond van lucht, water en groen. De figuren zijn strak en sober gestileerd. Details zijn achterwege gelaten. Zo kan iedereen zich erin herkennen. Wachten. Op het eerste gezicht een abstract beeld. Zodra je ogen eraan gewend zijn, herken je een staande figuur. Zijn hoofd wordt gesuggereerd door een halve maan. Zijn armen zijn gebogen. Hij lijkt een soort schrijftafeltje voor zich te hebben. Is hij bezig met het opmaken van een proces-verbaal? In ieder geval houdt hij de wacht voor het politiebureau en symboliseert het waken over en het beschermen van de wet. Dit laatste is een citaat van de kunstenaar. Prinses Amalia School. Lezende meisjes. Genoeglijk samen lezen in een hoekje, op je knietjes, arm in arm. Alles om je heen vergeten. Samen opgaan in het verhaal. Eén zijn met elkaar en met het boek. Dat is wat dit beeldje uitdrukt. De wereld van de meisjes speelt zich af in boek en hoofd, al het overige is vaag gelaten. De kunstenaar laat hen opdoemen in een wolk van steen. De Vorsepoel. Fluisterende kinderen. Twee robuuste figuren die uit één blok steen zijn gehakt. Ze zijn letterlijk onafscheidelijk
en daarmee wordt hun figuurlijke verbondenheid uitgedrukt. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken. Uit hun hele houding blijkt dat ze hun geheimen delen. Hun lichamen zijn teruggebracht tot nauwelijks geleden grondvormen die ten opzichte van elkaar iets verspringen. Tussen hen in zien we twee vrijwel symmetrische lichtbellen. Oude Raadhuis, het wapen van Liemt. Volgens de officiële omschrijving is het een hemelsblauw schild dat door een gouden kruis gevierendeeld wordt. In het eerste en vierde kwartier staat een gouden, klimmende, Brabantse leeuw en in het tweede en derde kwartier een gouden ploeg. De ploeg is een verwijzing naar de van origine overwegend agrarische achtergrond van de bevolking. Tijdens de carnaval worden de inwoners van Liemt nog altijd ploegers genoemd. Het schild wordt omkranst door een acanthusblad en bekroond door een gesloten vizier met kroon en klimmende leeuw. Na de gemeentelijke herindeling werd het wapen voorzien van een sierlijst met de tekst: het eigen schild van kracht ontdaan zal in de geest slechts voortbestaan. 1420 tot 1995. Bij het voormalig kruisgebouw in Liemt staat het kunstwerk Moeders en Kinderen. In zon, vogels, moeders en kinderen roepen associaties op met die zorgeloze kindertijd. De vormen zijn vereenvoudigd en gestileerd tot een sprekend samenspel van lijnen en vlakken. Het relief bestaat uit een compositie van rechthoeken. Met deze beelden wil men een gevoel van verbondenheid en verwondering oproepen. Bij basisschool Oversteek in Liemt vinden we het kunstwerk Jaargetijden. Deze tableaus van keramiek ogen als puzzels. Door de vereenvoudigde vormgeving is de voorstelling goed leesbaar. Op het middelste paneel verwijzen zon, maan en sterren naar de loop van het hemellichaam. Het ritme van dag, nacht en seizoenen wordt hierdoor bepaald. Rechts en links van deze centrale afbeelding staan de activiteiten die bij de verschillende jaren tijden horen. Lammetje voeren, wandelen, druiven plukken en schaatsen. Even staat ze stil om de brandende pit van haar olielampje voor uitdoven te behoeden. Al haar aandacht is daarop gericht. De symboliek van dit beeld spreekt voor zich. Het is een verstild beeld met een gesloten omtrek. Toch speelt het een spel met beweging en ruimtelijkheid. De handen van de vrouw maken een spiraalvormige beweging die overgenomen wordt door de diagonale tip en plooien van haar schort. Daardoor wordt je blik geleid. Het beeld staat stil, maar je loopt omheen. Daar ontdek je dat aan de achterkant de losjes opgebonden punt en de strikken van haar schort in levendig contrast vormen met de neergelegde plooien van haar jurk. De sokkel is bovendien versierd met een rondlopend relief. Het bestaat uit identieke delen met erop een impressie van vier stadia van de vlasteelt: zaaien, bieden, maaien en schoolverbinden. Op het schoolplein van basisschool Oversteek in Liemt vinden we het bokje. Een bokkend bokje dat je uitdaagt, zeker als je nog klein bent en op gelijke hoogte staat. Hij zet zijn poten schrap, kromt zijn kracht in de rug en buigt zijn kop in je richting. Zijn middenlijf bolt op, je ziet hem als het ware liggen. Het wat ruwe oppervlak maakt zijn borstelige vacht voelbaar. Aan zijn oorlijke staartje kan je zien dat het allemaal niet kwaad bedoeld is. Bij het oude raadhuis in Liemt staat Hanne met de Moor. Deze al wat stramme vrouw gaat op in haar werk. Ze draagt klompen en een schort. Ze
stoeptegels of mieren die overlast bezorgen. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Kapelstraat in Liemt staat Nilles de klompenmaker. In de voor klompenmakers karakteristieke houding houdt Nilles een klomp in wording tussen zijn benen geklemd. Stopvoets. Alsof Stopke Voets met gepaste trots even voor een foto poseert, zo staat hij daar. Hij kijkt ons opgewekt en tevreden aan. In zijn hand rust zijn schep en in de andere hand zijn bezem. Op de plaketten op de sokkel staat een handkar afgebeeld met de tekst Stopvoets 1902-1976, gevolgd door het devies Bokstel durft te leven. Het is duidelijk, we hebben van doen met een echte ouderwetse straatveger. Hij weet in zijn eenvoud bij menigeen toch een gevoelige snaar te raken. Strijdstand. Zo staat hij stevig en verdeelt hij zijn gewicht en kracht gelijk. Hij staat klaar om aan zijn zware werk te beginnen, het stampen van keien. De bewoners van Boksel worden ook wel keienstampers genoemd, een eeuwenoude keuzenaam. Die danken ze aan het feit dat de Rechterstraat al in 1393 verhard is als onderdeel van de route Den Bosch, Boksel, Maastricht, Luik. Kunstwerk zonder titel. Een speels architectonische vormgeving.
Muurtjes nemen het op tegen de monumentale façade van het voormalige Sint-Ursula-klooster. Dit rode bakstenen gebouw is symmetrisch van opzet, langgerekt, met terugspringende zijvleugels en het naar voren komen van de hoekpanelen. Het horizontale karakter wordt onderstreept door de natuurstenen omlijsting van de ramen, de doorlopende lijnen van gele bakstenen en sierstrook onder de dakgoot en balustrades. In het kunstwerk keren deze karakteristieken en het materiaalgebruik in een vrije vertaling terug. Ook hier is een min of meer spiegelbeeldige aaneenschakeling van 5 onderdelen die ten opzichte van elkaar naar voren en naar achteren springen in beeld. De 3 middelste, sobere muurtjes, vormen een verbindende lijn. Ze laten het zicht op de gemoderniseerde ingang van het voormalige klooster vrij. Ze hebben hun armen om elkaar heen geslagen en zijn tot een twee-eenheid versmolten. Het brons doet met zijn onregelmatige oppervlak en droge aarde denken. Dit beeld straalt landelijke rust uit. Uitzending laten we kunstwerken zien die in Boxtel, Liemt en Lennesheuvel zijn geplaatst in de periode van 2005 tot 2015.